Ik kom regelrecht van Amsterdam, waar ik voor mijn plezier was. Maar al die drukte, die maakt me gek. Ik was blij toen ik weer hier was. Het Rijksmuseum, daar heb ik gezien. Daar kan je je amuseren. Het is het enige wat ik van Amsterdam je kan recommanderen. Ja, ik heb al veel gezien in mijn leven. Ik heb in Rotterdam in de Apentuin gezeten. Een peerdenspul heb ik ook al eens gezien. Maar dat Rijksmuseum, dat is gewoonweg een mirakel. Zo kom ik binnen, er zit er zo'n meneer met een mooi pakje aan. Ik zeg, meneer, ik wil het museum wel eens zien. Wat kost me dat? Oh, niemendal, zei hij. Het is het Rijksmuseum. Oh, nu snap ik het, hè. Het is zo'n rijk museum dat ze mijn centen niet nodig hebben. Maar mijn paraplu die moest ik afgeven. Daar kreeg ik een karretje voor. Ik zeg, man, pas in godsnaam goed op mijn paraplu. Want die is eigenlijk van mijn vrouws vader. En als ik hem kwijtraak, dan is donderen. Afijn, ik loop zo'n paar trappies op. Ik doe zo'n leren topdeur open. De deur slaat van achteren tegen mijn beide zachtgekookte eieren aan. Die ik van mijn vrouw had meegekregen. De hele zaak die door mijn tabak heen gelopen. Wat moet ik er nou mee beginnen? Moet ik het zootje nou op eten? Of op roken? Afijn, ik loop een eindje verder en doordacht ik toch dat ik niet een stijf schrik, hè? Daar zie ik ineens een kerel, wel 4 keer zo groot als ik. Mens, wat schrok ik. Maar het was mijn beeld. Goliath bedoel ik, ja. Ja, groot dat museum is, hè. Je kan er gemakkelijk in verdwalen. Daarom lopen er ook overal van die mannen rond. Supposten hieten ze. Om je de weg te wijzen. En tegelijkertijd kijken ze of je niks meeneemt. Die supposten, die kijken allemaal zo vrolijk. Het is krek als achter de eigen begrafenis lopen. Toen stond ik in een schilderij de slag bij Waterloo. Jongen, wat is dat mooi. Vooraan zag je een huzaar die onder zijn staart gepoord was, die onder zijn paard gestort was. En dan zat er ook nog een meneer bovenop een paard. De suppoos die zei, dat was de hertog van Wellington. Maar ik ken die meneer niet. Afijn, een meneer bovenop een paard en hier in de verte, daar zag je Napoleon. Die was net bezig de slag bij Waterloo te verliezen. Ook mooi. Dan hing er ook nog een schilderij, een gezicht op een zeeboezem. Maar dat was niet veel aan, hè. Vlak daarnaast er hing Simpson met Delima. Potverdikkie, daar zag je niet een andere boezem op, hè. Nou, ik kan me nou best begrijpen dat Simpson erin gelopen is. Nou, ik ga maar uit, hoor. Nee, maar dan moet ik de plaat eens omdraaien. Dan zal ik je aan de andere kant niet vertellen wat ik in die andere afdeling nog heb gezien. Horsie. In een andere zaal, er stonden allemaal beelden. Maar die waren niet echt allemaal, hoor. Op één daarvan stond Richard. Hol. Ja, hol. Bij de anderen stond niet bij dat ze hol waren. Oh, maar die zullen ook wel hol geweest zijn, denk ik. En dan heb ik ook nog een schilderij gezien. Susanna in bad. Daar zag je een juffer zomaar in vijvertje zonder een zwembroekje aan. En een paar oude heren die keken over een muurtje of het al schoon genoeg was. Dan heb ik ook nog een schilderij gezien. Daarop zag je een blauw weiland met een rood peer. En een groene lucht. De suppoos die zei, dat was in de olie geschilderd. Ik zeg, nou, dat kan je wel zien, hoor. Als iemand nuchter is, dan doet hij zowat niet, hè. De Rembrandt van de nachtwacht van Rembrandt, die heb ik ook gezien. Jongen, wat is daar een boel verre van vergenoeid, hè. En toen kwam ik in een afdeling. Dat was wel zo'n ongechineerde boel. Er stonden allemaal gipsfiguren. Als allemaal meisjes. Met nog minder aan als niemendal. Nou, ik chineerde me heus wel een klein beetje, hoor. Als ik geld genoeg had, dan kocht ik allemaal zo'n klein wollen onderlijfje. Of zo'n inkruipertje. Ja, en toen werd ik toch wel zo raar en zo draaierig in mijn kop, dat ik nog gauw mijn paraplu ben gaan halen. Ik was al blij dat ik hem terug had, want ik was al bang dat ze die ook in het museum gezet hadden. Maar waarachtig, wanneer je eens in Amsterdam komt, dan moet je bepaald eens gaan kijken, hoor. Het is prachtig, prachtig. Wat je in zo'n museum ziet, het is alles prachtig rijk. En het kost me lekker, niemendal, wanneer ik het bekijk.
Hoe hoog ook de belasting is, ik betaal ze zielstevree. Daarvoor heb ik in het Rijksmuseum het doorlopend vrij entree. Staat Nederland voor een staatsbankroet, geen nood, we schaffen raad. Het Rijksmuseum, dat behoort de Nederlandse staat. En als het voor het heil van het volk eens erg hard nodig bleek, dan nemen we op de nachtwacht maar een eerste hypotheek. In het Rijksmuseum, daar zag ik ook antiquiteiten staan. Waarop stond het is door die of die aan het Rijk cadeau gedaan. Zoiets wil ik ook heel graag doen, dan word ik met eer bekend. Daarom geef ik als antiquiteit mijn schoonmoeder aan het Rijk present.